Calcium, soep en afwasmiddel. Het is een heel raar gevoel. Zoals je ziet zijn we nu bezig met de pakketten voor de komende donderdag en vrijdag. En het is al schijn van in juli buiten deze voedselbank staan dat deze voedselbank gesloten wordt. Dat is de angst die hier leeft. Het pand waar ze nu in zitten krijgt straks een andere bestemming. Dat is voor een voedselbank van dit formaat is dat een regelrechte ramp natuurlijk. 250 gezinnen ontvangen wekelijks een pakket. Er moet nu snel een nieuw pand gevonden worden, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Dat betekent dus een hele hoop opslag die we nodig hebben. En die opslag moet ook nog gebeuren volgens de normen van de Voedsel- en Warenautoriteit. Dus we hebben wel een beetje gespecialiseerde ruimte nodig. Als we die niet meer zouden hebben, dan zouden we onze gezinnen niet meer van voedsel kunnen voorzien. En dat is een groot probleem. Mijn grootste angst is dat deze operatie dat die verdwijnt. En dat we dan over 2 of 3 jaar gaan zeggen, god, we hebben een voedselbank nodig. En dat de HME zegt, van, ja, nou, die hebben we niet meer nodig, want die hebben we al vermoord. We zitten best in de handen en het haar, want het duurt niet zo verschrikkelijk lang meer tot 1 juli. Het kan echt niet waar wezen dat 250 mensen in de steek laten. Dat gaat niet. Nu niet, nooit niet.